Mijn naam is Brecht de Rijn. Ik ben biersommelier, bierconsultant voor de familie die vermoord had. Als ook een ambassador role om, op culinaire evenementen. Ik heb een passie voor bier gekregen. Eigenlijk, ja, ik heb altijd al passie gehad voor lekkere dingen. Ik heb een chefsopleiding, dus lekker eten sowieso. In de wijn gezeten en eigenlijk tot de conclusie gekomen dat bier het lekkerste van allemaal is. En dan ja, is de passie gekomen en ben ik bij de brouwerij in dienst gegaan. Voor ons zijn de cruciale factoren voor een nieuw bier brouwen eigenlijk enerzijds kijken naar de markt, wat wil de consument. Aan de andere kant zijn er nieuwe bierhypes die ontstaan. Is er iets dat we kunnen verbeteren, volgen of zelf uitvinden, zoals we ook al enkele keren pionieren zijn geweest met nieuwe biertrends. En vooral ja, kwaliteit en lekker bier brouwen natuurlijk. Hè. We proberen ons te onderscheiden op de markt of uniek te gaan profileren door middel van ja, kwaliteitsvol lekker bier te brouwen, maar ik denk dat dat het streefdoel is van alle brouwers. We proberen toch ook altijd een bepaalde beleving mee te geven aan bier. Door middel van food en beer pairing, een gastronomisch evenement ondersteunen, speciale avonden die we organiseren waar een food en beer pairing wordt gemaakt. En ook wel wat opleiding geven rond bier, zodat sommeliers ook wat meer onderlegd worden in dat verhaal. Just Beer was voor mij als eerste editie heel interessant, omdat ik veel nieuwe, leuke biertjes heb kunnen leren kennen. Toffe brouwers ook, mensen met leuke ideeën. Het evenement zelf een prachtige setting en ook ja, de beleving er rond terug. Hè. We hebben workshops, we hebben chefs aan het woord, we hebben biersommeliers aan het woord en dat maakt het wel heel, heel interessant. Voor de tweede editie van Just Beer ben ik vooral benieuwd wat is er het laatste jaar gebeurd terug in de bierwereld. Buiten onze eigen brouwerijen natuurlijk zijn er terug toffe brouwers die leuke bieren maken, nieuwe biertrends. Wie zal er spreken op het evenement terug? Van wie zijn de workshops? Zijn er weer nieuwe combinaties gevonden? Food en beer pairing, waar we toch als biersommeliers dagelijks mee bezig zijn. Ik kan niet alles alleen proeven, daarvoor heb ik gelukkig veel collega's die mij daarin steunen. En we kunnen maar leren van elkaar. Hè. Iets origineels voor een evenement als Just Beer zou misschien leuk zijn als de gasten, de bezoekers eigenlijk na het beleven van het evenement, waarna ze alles al hebben geproefd, eigenlijk voor hunzelf uitmaken wat is nu mijn perfecte bier. Hoe moet het perfecte bier voor mij dan, dus subjectieve keuze, smaken. En dat ze eigenlijk met enkele keywords dat aangeven op een papiertje als ze naar buiten gaan. Wij verzamelen al die papiertjes of de organisatie en dan gaan we eigenlijk door middel van een aantal parameters proberen het perfecte bier voor de bezoeker te gaan brouwen. En dan volgend jaar bieden we een Just Beer aan die ze zelf gekozen hebben. Hè.